Ook voor courses zullen we voorzien dat een lege of een niet bestaande rij cursussen niet is toegelaten. Dus ook hier zullen we schrijven: if value is null, throw new argument exception. En dan enkel als dat niet zo is, gaat die volgende regel worden uitgevoerd. Bij die argument exception kan ik dus nog een boodschap zetten. En om dit dus zoveel mogelijk te benutten, ga ik hier ook gebruik van maken in de constructor. Dus ik weet niet of dat zo is uit mijn hoofd. Ja, dus ik mag dit ook zo doen. Dus als ik nu voor courses 0 krijg, dan ga ik direct die fout krijgen. En dat is een goede zaak. Eigenlijk voor de name kan ik daar ook nog die aanpassing voor doen. En dan moet ik dus ook weer zien dat ik de property gebruik. Nu dat we dit kunnen doen, dus we kunnen eigenlijk een array van cursussen meegeven. En ik had gevraagd in een opdracht om dan weer 5 cursussen te doen. Maar je kan eigenlijk ook een array geven waar nog geen elementen in zijn ingevuld. Dus je zou kunnen een lege array geven en dat betekent eigenlijk dat je plaats geeft voor 5 cursussen, maar dat je nog geen 5 cursussen invult. Als we dan ons studieprogramma willen invullen, dan kunnen we daar een methode voor zien. En dat zullen we nu doen. We zullen schrijven public void register course. Dus wat dit gaat doen, is een nieuwe cursus toevoegen aan ons studieprogramma. Maar er moet natuurlijk wel plaats zijn. Dus we zullen het ook houden op argument exceptions, als dat is dan niet de meest geschikte keuze. Dus we zullen een exception gooien als er een probleem is, maar anders gaan we die cursus toevoegen. Oké, hoe beginnen we daaraan? We zullen eigenlijk eerst zoeken naar de eerste lege indexpositie. Dus we doen dat door int of usable index, zal ik schrijven. Is gelijk aan min 1. Ik moet hem al een waarde geven. Of ik moet hem gewoon declareren eigenlijk. Dan for int i is gelijk aan 0. I. En nu ga ik dus door die array van cursussen lopen. Dus i is kleiner dan this.courses.length. i++. En ik ga eigenlijk zoeken naar het eerste vrije plaatsje. Dus hoe doe ik dat? If this.courses.length, this.courses i, even in de war, is null. Dus als die positie in de array leeg is, als daar nog niet verwezen wordt naar een element, dan ga ik zeggen usable index is gelijk aan i. Dus dan weet ik, die positie die kan ik gebruiken. Nu kan ik die usable index ook gaan invullen. Dus op de usable index, ik moet ook nog een cursus binnenkrijgen als parameter. Dus course, course. Dus nu kan ik op usable index iets invullen. Nu, ik heb op een of andere manier wel iets nodig om aan te geven dat er geen usable index gevonden is. Dus ik zou hier misschien toch maar best even min 1 invullen. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, maar dat is een simpele. Dus if usable index is kleiner dan 0, row new argument exception. Geen vrije positie gevonden. Else, dan zullen we zeggen this.courses usable index is gelijk aan course.
En op die manier kunnen we dus ons studieprogramma leeg aanmaken en geleidelijk aan cursussen toevoegen. We gaan later nog wel een handigere manier zien om dit te doen. Maar dit is een manier waarop je het kan aanpakken. Je zoekt dus eerst naar de eerste lege positie. Je onthoudt waar die is en dan vervang je dat element.